Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om aandacht te blijven vragen voor AIDS en ook de bestrijding van SOA. En wat belangrijk is bij dit congres is dat er weer ruim 600 professionals bij elkaar komen die elkaar kunnen inspireren met het werk wat ze doen. Fijn dat jullie daar allemaal zijn vandaag voor dit congres. Wereld AIDS-dag, maar ook de viering van het 30-jarig bestaan van het AIDS-fonds. I think together we come together on World AIDS Day to imagine a world without HIV transmission, a world without HIV-related death, and a world without HIV stigma. Ik ben hier vandaag om inspiratie op te doen. Ik heb een hele leuke workshop gehad over het nut van peer education of peer-to-peer bij HIV-positieven. Wij zijn namelijk zelf experts in het leven met HIV. Dus het is belangrijk dat er met ons gepraat wordt en niet alleen over ons. We gaan de Lang Leven de Liefdeprijs uitreiken. Ja, wij zijn van SOA AIDS Nederland en Rutgers. En wij hebben het Lang Leven de Liefde lespakket ontwikkeld over relaties en seksualiteit. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs. En de winnaar is geworden Nehalenia Stedelijke Scholengemeenschap uit Middelburg. Woe! Ja, ik vond dat het een heel divers programma was. Dat er ontzettend veel bevlogen mensen zijn die dit werk doen. En dat is ook ontzettend nodig, want AIDS is nog lang de wereld niet uit. En SOA's ook niet. En ik vind het fantastisch dat al deze mensen met elkaar daar met hart en ziel zich voor inzetten.